De perikelen tussen het ministerie van Sport en Jeugdzaken en het Jeugdparlement over de verkiezingen van de nieuwe jeugdambassadeurs zijn nog niet opgelost. Minister Lalini Gopal zegt dat ze afhankelijk is van de rapportage van haar directeur. De verkiezingen moesten reeds in april zijn gehouden. Maar er stond wat vertraging toen begin deze maand het ministerie een kandidatenlijst indiende, werd deze afgekeurd door het Jeugdparlement. NJP-voorzitter Kelvin Koniki vond dat de indiening van de lijst niet volgens de regels was geschied en werkte niet mee aan de verkiezingen. Gopal zegt dat dit probleem nog niet is opgelost. Ten aanzien van het jeugdparlement, ik had gevraagd om naar een rapportage wat er precies is. Want u weet, de verdachte verkiezingen, vergadering die, waar de kandidaten zich zouden voorstellen, heeft niet meer plaatsgevonden. Dus ik moet daarover nog een rapportage krijgen van mijn directeur. En zo gauw ik dat heb, dan gaan we kijken hoe we verder gaan. Ik dacht dat ze nu ook op reces zijn, hoor, het jeugdparlement. Dus wanneer ze terug zijn, gaan we weer kijken hoe we... Bij de laatste vergadering hadden ze aangegeven dat ze nogal te kampen zitten met uitdagingen, zoals logistieke uitdagingen en ook nog dat hun salarissen niet op tijd werden gestort. Hoe zal u ervoor zorgen dat ze vanaf het komend jaar wel vlekkeloos kunnen starten? Kijk, laat me dit van zeggen. Salaris was niet op tijd gestort, maar ik ben ermee bezig. U weet, als ministerie van Sport, u zegt, kan je tot een bepaalde... termijn je ding doen. Daarna is het het ministerie van Financiën. Maar ik heb reeds gesprekken met hem gehad. Het gaat niet zo 1, 2, 3. We moeten even kijken hoe we de dingen gaan doen. Maar het is niet zo dat ik het zo heb laten liggen. Het is een kwestie van een beetje geduld. Maar het komt goed. Dat is dus onze minister van Sport en Jeugdzaken Lalini Gopal over de perikelen rondom de verkiezingen voor jeugdambassadeurs.